welkom bij Iedereen kan haken. Ik wil jullie eerst even hartelijk bedanken voor het kijken naar de video's van Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog en abonneren hier op de rode button klikken. De video van de diamond wave stitch, de diagonale dan, die is klaar en die vinden jullie ook hieronder. Dat is een aparte video van dit dekentje. En we gaan nu dus beginnen aan de rand. En de rand, ja, dat kan je zelf weten hoe dat je die erop haakt. Maar ik zal even uitleggen hoe ik de rand heb gehaakt. En dan haak ik ook een stukje met jullie mee, zodat je eigenlijk ook wel een mooie afwerking krijgt van je dekentje. Zoals dit is, of ja, je kan er natuurlijk ook een vest van maken of een tas, of ja, het is de uitleg van de steek, maar hij heeft echt rechte zijkanten, dus je kan eigenlijk heel veel dingen met deze diagonale diamond wave stitch. Ja, die kleurtjes die zijn echt prachtig en hij is echt, ik ben er echt trots op. Je hebt ook twee hele mooie kanten omdat je het werk iedere keer keert. Ja, ik heb hier dus de video aanstaan nog van de hele uitleg hoe je dit moet maken. En het lijkt ingewikkeld, maar dat valt echt reuze mee. We gaan nu dus aan het randje beginnen van de diagonale diamond wave stitch. Dus ik zou zeggen, blijf lekker kijken en abonneer, maar dat heb ik al gevraagd. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Je hebt nodig voor het randje te haken een schaartje, haaknaald nummer 4 en een paar steekmarkeerders. Het is altijd makkelijk om in de hoek eventjes een steekmarker te plaatsen. En ik pak even mijn proeflapje erbij, zodat je ziet ook, kijk, die draadjes die heb ik eigenlijk ingeweven met een stopnaald. Je pakt eigenlijk het draadje en je trekt hem door dezelfde kleur heen waar je mee gehaakt hebt. En nu gaan we dus het randje haken. En ik zal een randje uitleggen van de bovenkant zoals we hierboven hebben gedaan. Even kijken hier, dit is natuurlijk nog een proeflapje. Maar dan leg ik eventjes uit hoe ik het gedaan heb. Je maakt een opzetlus en je hoeft niet in een hoek te beginnen hoor. Je kan gewoon beginnen in het midden van je werkje en dit zijn dus de boven- en de onderkanten. En zoals je ziet zijn dit gewoon iedere keer 3 steken zo en 3 steken de dubbele stokjes van de uitleg van de vorige video. Nou, met die opzetlus hou je dus eigenlijk je draad achter je werk. En je steekt in die eerste, het maakt niet uit hoor, in of je op de hoek begint of in het midden. Je steekt in, je haalt je draad op en je haalt om. Kijk of je het heel goed kan zien. Camera even goed vastzetten. Je haalt om door 2 lussen. Dan pak je de volgende steek. Je steekt in, je pakt je draad op, omslaan en door 2 lussen. Dan pak je die derde steek op, of je draad ophalen en je slaat om door 2 lussen. Dan kom je hier bij die 3 dubbele stokjes, dan pak je weer die steek. Je pakt echt de steek die je gebruikt hebt en je maakt weer een vaste. Je steekt in, je haalt je draad op en je maakt een vaste. Je steekt in, je haalt je draad op en je maakt een vaste. Je steekt in, je haalt je draad op en je maakt een vaste. Kijk, dan zie je dat je weer hier bij die steek bent. Ik heb hier 1, 2, 3 vaste gedaan en dan heb ik hier al 1 steek gepakt en dan pak je de volgende steek
En als je de diamond wave stitch gemaakt hebt, dan weet je gewoon, oh ja, dat zijn echt steken, dan weet je dat. En dan heb je hier weer die drie dubbele stokjes. Daar zet je weer een vaste in. En zo maak je de deken af. En op de zijkanten, die laat ik nu even hier zien, daar pak je twee vaste op elke zijkant. Dus twee vaste, twee vaste, twee vaste. En dan leg ik even uit hoe ik de hoek heb gedaan. Dat zijn dus in elke hoek kan je een steekmarker zetten en dan zet je drie vaste op de hoeken, want anders gaat die krullen. En op de tweede toer, kijk, hier heb ik dus iedere steek gepakt met vaste. Dus je gaat eerst die hele deken met vaste doen. Op de hoeken drie vaste en aan de zijkanten pak je per kleur twee vaste. En zo ga je heel de deken weer af. Dan pak ik weer even mijn proeflapje bij. Kijk, en als je gaat keren en je gaat de tweede toer maken met halve stokjes, dus dan doe je twee losse en dan keer je weer je werk. Ja, ik heb even hier mijn proeflapje, maar je keert weer je werk en dan gaan we de tweede toer met halve vaste doen. Je hebt net je werk gekeerd en je hebt twee losse gedaan en dan ga je in, want deze telt als stokje eigenlijk, maar ik vind het mooi om geen gaatje te krijgen, zet je hem in de eerste steek en dan maak je een half stokje omslaan en doordat je even deze weer half stokje, doordat je natuurlijk een hele rand met vast hebt gehaakt en je keert het werk, dan heb je ook weer allebei mooie kantjes aan je werk. Kijk, en hier zie ik, pak ik niet de hele steek, je moet echt de twee lusjes pakken en de tweede toer is dus halve stokjes. Je mag natuurlijk zelf weten welke rand je eraan haakt, maar ik heb dit geprobeerd zo. En ik vind dit echt het mooiste randje. En nu gaan we verder nog met een picot randje wat ik eigenlijk zelf een beetje verzonnen heb. Dus de hele deken maak je de tweede toer met halve vaste en ook op de hoeken doe je drie halve vaste op de hoek en dan pak je echt het laatste, de middelste vaste, daar zet je weer drie halve vaste op. Dus dan doe je drie halve vaste in één steek. Ik ben nu al de hele deken rondgegaan met toer 2. En dan sluit je eigenlijk hierbovenin, maar ik maak nog in één steek, maak je de laatste steek, maak je twee halve vaste. Want dan kom je ook uit op drie halve vaste en dan sluit je de toer, of met drie halve stokjes, zo moet ik het zeggen, en je sluit de toer met een halve vaste. Kijk, dan is het weer mooi netjes afgewerkt. En dan gaan we nu naar toer 3 beginnen. En toer 3 heb ik bedacht om niet aan de korte kant de picootjes te maken, om een picootjesrand te maken, maar juist alleen aan de zijkanten, want ik vond het ook anders ging het hier golven aan de bovenkant. Dus alleen aan de lange kant gaan we nu nog een toer picootjes maken en die picootjes zijn op een bepaalde manier zoals ik het bedacht heb. Dus daar gaan we nu mee beginnen met toer 3 en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Ik heb een ander kleurtje gepakt. Het is gewoon makkelijker uitleggen.
Je maakt dus een opzetlus. Je steekt in de hoek in of waar dat je ook wil, waar je geëindigd bent. En je zet de steekhoed vast en je maakt twee lossen. Dan ga je er nog één inzetten omdat het de hoek is, een half stokje. Dan gaan we drie lossen maken, 1, 2, 3, en dan gaan we om het halve stokje gaan we weer een half stokje maken. Dan gaan we weer een half stokje in de volgende steek maken en dat doen we drie keer. Drie keer, dus dit is 2. En dit is 3. Zie je? Dus we zijn begonnen met 2 lossen. Een half stokje, 3 lossen en een half stokje om het stokje heen. Dan gaan we weer 3 lossen maken, 1, 2, 3, en dan gaan we een half stokje om dit stokje maken, dus je steekt gewoon eigenlijk voor het laatste halve stokje in en dan maak je een half stokje. En zo vond ik het picotje mooier. Nou, nu gaan we weer 3 halve stokjes maken. Ik zet even een beetje met het garen dat het een beetje, omdat ik het goed wil uitleggen, gaat het dus toevallig net, zit ik te splijten. Nou, zit hij goed. Nu gaan we dus eventjes netjes alles wegleggen. Ik ga even veel beter ervoor zitten. Ook belangrijk dat je goed voor je werk gaat zitten. En als je dus het picotje gedaan hebt, ga je weer 3 halve stokjes maken. 1, 2, 3. Zie je, zo vind ik gewoon het picotje, vind ik gewoon mooier. Anders krijg je wel zo'n vroemeltje, maar ja, goed, dit is nou mijn manier. 1, 2, 3 en weer om het halve stokje een half stokje en weer 3 halve stokjes in elke steek, dus één, 2, 3, 3 lossen en een half stokje. Eén, 2, 3 en 3 lossen. Zie je hoe mooi het resultaat wordt? Ik ben er echt
eigenlijk wel heel blij mee. En nu heb ik, misschien dat de kleuren niet zo goed op beeld overkomen, maar ik heb een rode rand vaste gemaakt, een rode rand halve stokjes en nu dan ja, de nieuwe picot stokjes. Ik heb al drie losse gemaakt, dus nu ga ik weer een half stokje om het halve stokje maken en weer drie. Halve stokjes. En weer drie losse. En weer een half stokje. Ik hoop dat jullie met veel plezier naar de filmpjes kijken. Ik zou zeggen, haak lekker verder tot op het eind. Je kan gewoon hier stoppen met een halve vaste op het eind. Dus, oh nee, je maakt alleen eigenlijk de lange kanten, de picootjes, want anders wordt het hier te wijd. Maar dat mag je zelf weten. Dus alleen over de lange kant van het dekentje maak ik de picotrandje. Nou, en ik zou zeggen, blijf kijken en dankjewel voor het abonneren en tot de volgende video. Er is ook een kookpatroon van dit hele dekentje. Ik zal de rand er nog even bij schrijven. Mocht je het patroon al besteld hebben, dan schrijf ik nog even op erbij en dan krijg je die gewoon nog gratis toegestuurd. En anders kan je gewoon nog het patroon bestellen en dan zou ik zeggen, heel veel plezier met diagonale weefstitch. De uitleg is al op een andere video. Het kooppatroon kan je bestellen via iedereen op mailadres. Iedereen kan haken @hotmail.com. En tot de volgende video. Tot ziens!